De laatste keer dat de Treffers won in Amsterdam-Zuid was in 2012. Het wordt weer een keer tijd dus voor de Groesbekers. En die hebben hier pech met de bal op de lat van Bas Hendricks. Tom Duchatigné, coach van AFC, ziet de bui dan al hangen. Want de Treffers toch veel beter in de openingsfase. Dit is een goede bal, perfect doorgekopt. En daar is het 0-1 doelpunt van Koen Maarsdorf. Zijn eerste van het seizoen. En terecht dus de voorsprong voor de Treffers. Wat staat hier vrij en Potveer gepasseerd. AFC komt er niet aan te pas. Dit is De Bond. Die heeft een geweldige trap. Daar toch even shirtje trekken van Thomas van den Houten. Dat is gezien door scheidsrechter Mike de Bruin. En dus penalty voor de Treffers. Bartschek naar de grond. En dan is De Bond de man die voor 0-2 mag gaan zorgen. Dat doet hij op zijn neeskens. En dus wedstrijd beslist, zou je zeggen. Maar de ploeg uit Amsterdam geeft niet op. Hier weer zo'n momentje. Shirtje trekken. Weer wordt er naar de stip gewezen door De Bruin. En dus een strafschop voor AFC. Het is wat licht. De Graaf naar de grond. Maar een ideale kans voor de thuisploeg om de spanning terug te brengen. En dat doet Jansen. Natuurlijk doet hij dat. De captain van AFC in zijn 9e seizoen bij AFC. Dan gaan ze door. De thuisploeg. Daar is ze. Super sub. Jesse. Hij werd weer ingebracht. Maar de redding is goed van Cornelis. Anton Jansen wil dan dat de Treffers de boel compact houdt. 3 punten mee naar Groesbeek. Dat gaat ook gebeuren. Dit is geen buitenspel voor Bartschek. De man uit Kameroen. Je zou zeggen afleggen op De Bond. Maar Bartschek doet dit. En dan even high five. Maar als hij had gemist, dan was De Bond ongetwijfeld woedend geweest. 1-3. En dus het duel beslist. Open huis dan bij AFC. Dat pas 1 keer won dit seizoen. Hier is Maarsdorf weer. En die mag dan zijn 2e van het duel maken. Het zijn de slotseconden. Bij AFC doen ze eigenlijk al helemaal niets meer. Bartschek legt hem goed klaar. En Maarsdorf legt de keeper Potveer in de luren. Het is een dik verdiende zege voor de Treffers. De 2e van het seizoen. 1-4.